Hi, dit is Tim hier. En in deze video ga ik je 4 dingen geven over mannen. 4 geheimen, of althans geheimen. 4 dingen die mannen je liever niet persoonlijk zouden willen vertellen. En die we eigenlijk het liefst binnen kamers houden. Maar die voor jou wel heel handig zijn om te weten. Het eerste geheim van mannen is dat mannen ontzettend gek zijn op complimenten. En het is heel maf, want ik weet, als je ons een compliment geeft, dan doen we zo van, oh ja, dankjewel. Of, oh wauw, dit shirt is mooi. Ja, dat is een oud shirt. We doen alsof het ons helemaal niks boeit. Maar in werkelijkheid slaan we dat complimentje achterop in ons hoofd. En blijven we dat onthouden en zijn we gek op mensen die ons complimenten geven. Ook al doen we alsof het ons helemaal niks uitmaakt. Oké? Dus complimenten geven aan mannen is een goed plan. We vinden het leuk, ook al doen we alsof het niet leuk is. Het tweede geheim wat mannen het liefst willen verbergen. We hakken echt nog liever een vinger af dan dat we dit ooit zouden toegeven. Maar we zijn ontzettend onzeker en we vinden jouw mening ontzettend belangrijk. We vinden zelfs de mening van een totaal wildvreemde vrouw die we niet aantrekkelijk vinden, die we nauwelijks kennen, vinden we ontzettend belangrijk. We vinden het heel belangrijk wat andere mensen van ons vinden en natuurlijk, we hebben een soort van houding met allerlei macho gedrag en we doen alsof we nooit onzeker zijn, alsof we niet onzeker zijn over ons uiterlijk, alsof we niet onzeker zijn over of we dingen wel goed doen. Want soms, mannen, is het gewoon heel belangrijk dat we dingen goed doen, dat we een goede vriend zijn in de relatie, dat we goed in bed zijn, dat we jouw problemen op de goede manier oplossen. Zelfs als jij helemaal niet eens wil dat wij je problemen oplossen, dan nog vinden we van onszelf dat we dat moeten doen. Dus hou dat altijd in je achterhoofd, dat wij mannen, ook al lijken we stoer, ook al lijken we hard, we zijn ontzettend onzeker, we hebben kleine egootjes, we zijn gauw gekwetst. En kijk er alsjeblieft mee uit, want als wij ons eenmaal nog onzekerder gaan voelen als we bij jou zijn, dan zijn we echt zo snel mogelijk weg. Dus hou er rekening mee. Wij mannen zijn, ondanks hoe stoer we er ook uitzien, ondanks dat zijn we heel erg onzeker. En het derde geheim, en dit is een heel goed bewaard geheim, en we zijn er ontzettend goed in ook om dit geheim te bewaren. En ik doe hier net zo hard aan mee, dus nadat ik je dit gezegd heb, zal ik daarna ook altijd ontkennen. Maar we zien dit echt wel als je een paar kilo bent aangekomen. Het valt ons echt wel op. Als je het ons vraagt van, hey, ben ik misschien wat dikker geworden? Valt het je op dat je bent aangekomen? Nee, helemaal niet. Sterker nog, we kunnen zelfs zo ver gaan om te zeggen, nee, ik hou wel juist van wat extra vlees. Ik heb het niet zo op die dunne vrouwen. Waarom? We weten dat het een ontzettend gevoelig onderwerp is. Mannen hebben een hekel aan drama. Mannen hebben een hekel aan gezeur. We zien het echt dat je bent aangekomen. Maar we zullen het nooit, nooit toegeven. We zullen alleen maar, als je daarna weer afvalt, zeggen, oh wauw, het is zo goed dat je bent afgevallen. Positief durven we wel, negatief, we zijn er gewoon veel te bang voor. En dat, ja, ik kan zeggen van, sorry dat we daarover liegen, maar eerlijk gezegd hebben jullie vrouwen dat een klein beetje zelf veroorzaakt door zo heftig te reageren als we er ook maar een klein beetje een opmerking over maken. Dus ja, we zien het wel, ook al zeggen we keihard dat we het niet zien, ook al zeggen we keihard dat we het misschien zelfs wel mooier vinden, of wat voor onzin dan ook. Geloof me, we zien het echt, we zeggen het alleen niet. Een vierde en het laatste geheim is dat, ook als we in een relatie zitten, willen we nog steeds aandacht van andere vrouwen. We snakken nog steeds naar bewondering en aandacht van andere vrouwen. Zelfs als we al heel lang in een relatie zitten. Zelfs als we ontzettend veel van je houden. Zelfs als we niet eens erover nadenken om überhaupt bij een andere vrouw te zijn. Dan nog steeds kicken we ontzettend op een andere vrouw. Ook als die vrouw misschien niet zo aantrekkelijk is als jij. Misschien is ze zelfs wel foei lelijk. Maakt niet uit. Als wij aandacht krijgen van vrouwen. We hebben zoveel behoefte aan validatie, waardering. Want ja, nogmaals, we zijn ontzettend onzeker en we zoeken dat heel erg op. En ook in een relatie zoeken we die validatie van andere vrouwen dan alleen van jou. We hebben de waardering van jou heel hard nodig. We hebben heel hard nodig dat jij ons leuk vindt. Maar niet alleen dat jij ons leuk vindt. We willen het gevoel hebben dat we goed in de andere markt zijn. Dus als je toevallig een keer per ongeluk in zijn telefooninbox struikelt. Want om een of andere reden overkomt dat mijn vriendinnetjes altijd dat ze per ongeluk ineens in mijn telefoon terechtkomen. Ik weet nooit hoe dat gaat. Maar als dat gebeurt en je ziet een aantal berichtjes die hij uitwisselt met een collega die misschien een beetje flutterig zijn met een knipoog. Schiet niet in de paniek. Het betekent helemaal niet dat hij iets wil doen met die aandacht. Het betekent helemaal niet dat hij andere vrouwen nodig heeft of dat jij niet genoeg voor hem bent. Nee, het betekent simpelweg, hij snakt gewoon heel erg naar aandacht van andere vrouwen om zijn eigen onzekerheid een klein beetje onder de duim te kunnen houden. Nou, dit zijn de 4 geheimen van mannen waar we liever niet over praten. Ik heb een artikel geschreven met in totaal 10 geheimen van mannen. Er zijn dus nog 6 andere
geheimen die je misschien niet aanziet komen, maar die wel ontzettend handig zijn om te weten en die je echt een voordeel kunnen geven in een relatie met een man. Nou, als je wil weten wat die 10 dingen zijn, klik dan hier, ga naar het artikel en dan zie ik je in de volgende video.